Heb jij ook een oma of een buurman die af en toe wat vergeet? Hier in de werkplaats repareer ik een belangrijk misverstand over dementie. Dementie is namelijk veel meer dan vergeetachtigheid. De ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld kan ook veranderen hoe je loopt. Op dit moment hebben in Nederland bijna 300.000 mensen dementie. Van mensen boven de 80 jaar treft het 1 op de 4 mensen. Er zijn meer dan 50 soorten dementie, met allemaal verschillende kenmerken. Het belangrijkste dat ze gemeen hebben, is dat je hersenen niet meer goed functioneren. In 70% van alle gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. Bij Alzheimer gaan er meerdere dingen mis in de hersenen. Eén daarvan is het systeem waarmee hersencellen zichzelf repareren. In het bijzonder gaat het om een bepaald eiwit. Dat eiwit zit in de celwand van de hersencel. Ik heb het hier in het groot nagemaakt. Dit rode stuk is de celwand. En dit is dat eiwit. Om de hersencel goed te laten werken, moet dat eiwit op den duur worden vervangen. Net zoals een auto soms nieuwe banden nodig heeft. Voor het vervangen van dat eiwit heeft je lichaam een soort schaar. Die knipt het eiwit in de juiste vorm, waarna je lichaam het afvoert als afval. Maar bij de ziekte van Alzheimer werkt die schaar niet zo goed. Het eiwit wordt wel geknipt, maar in zo'n vreemde vorm dat het lichaam het niet herkent als afval. En daardoor blijft dat afgeknipte eiwit achter in de hersenen. Als dat bij één eiwit gebeurt, merk je daar natuurlijk niet veel van. Maar als dat zich blijft herhalen, kunnen er klonters ontstaan die giftig zijn en de communicatie tussen hersencellen verstoren. Daardoor raken hersencellen beschadigd en sterven ze af. Door het afsterven van de hersencellen gaat je brein letterlijk krimpen. Links zien we een voorbeeld van een gezond brein en rechts een brein dat gekrompen is door Alzheimer. Het eerste hersengebied dat krimpt bij Alzheimer is de hippocampus. Dit is een gebied dat verantwoordelijk is voor het geheugen en het leren van nieuwe dingen. Helemaal niet gek dus dat je bij dementie als eerst denkt aan het geheugen. Maar je hersenen hebben natuurlijk nog veel meer taken. Ze regelen bijvoorbeeld ook onze bewegingen. In nieuw onderzoek hebben we een verband gevonden tussen de ziekte van Alzheimer en hoe we lopen. Bij proefpersonen hebben we verschillende dingen gemeten. 1. Loopsnelheid. Mensen met Alzheimer bleken gemiddeld veel langzamer te lopen dan gezonde mensen. Als wij rustig lopen, hebben we een snelheid van ongeveer 4 tot 5 km per uur. Maar bij mensen met Alzheimer kan dat tempo zakken tot minder dan 3 km per uur. 2. Over een dunne lijn lopen. Voor veel mensen is dit geen moeilijk klusje. Maar net zoals na een avondje stappen, is het voor mensen met Alzheimer soms moeilijk om balans te houden. Hierdoor moeten ze zeker 1 of 2 keer een voetje bijzetten om te voorkomen dat ze vallen. 3. Hoe je je voeten neerzet. Gezonde mensen zetten vaak ongeveer even grote stappen. Maar mensen met Alzheimer blijken soms grotere en dan weer kleinere stappen te zetten. Ook zetten ze hun voeten in de breedte wat verder uit elkaar. 4. Omdraaien. Mensen met Alzheimer lijken meer moeite te hebben met omkeren, waarbij dat ook langer duurt dan bij gezonde mensen. Hoe je loopt kan dus iets zeggen over je risico op Alzheimer. Maar het zegt natuurlijk niet alles. Daarvoor moeten we ook andere hersenfuncties in kaart brengen. Artsen gebruiken daarvoor onder andere de Stroop-test. Daarbij moeten proefpersonen niet de woorden voorlezen, maar de kleur noemen. In dit geval dus rood, blauw, groen, geel, zwart en paars. Misschien is dat voor jou niet heel lastig, maar mensen met Alzheimer kunnen hier veel langer over doen. Door de geheugenklachten te koppelen aan verschillende testen, kun je een beter idee krijgen over of iemand Alzheimer heeft. Maar om 100% zeker te zijn, zou je echt in de hersenen moeten snijden. En dat kan natuurlijk niet als iemand nog leeft. Want je zou de hersenen kunnen vergelijken met een groot memoryspel. Het bevat niet alleen onze herinneringen, maar ook alle functies en vaardigheden die je in het leven hebt opgedaan. Bijvoorbeeld hoe je moet fietsen of hoe je een kopje thee zet. Maar bij mensen met een ongezonde leefstijl, een hoge bloeddruk of suikerziekte kunnen de bloedvaten van de hersenen gaan verkalken. Die kunnen bloed minder goed laten doorstromen, waardoor hersencellen afsterven. En hoe minder hersencellen je hebt, hoe minder goed je hersenen het doen. Daarom is het belangrijk om je brein minder kwetsbaar te maken. Ook als de schade al is opgetreden, zodat je niet nog meer hersencellen kwijtraakt. Je kunt je hersenen bijvoorbeeld een boost geven door te puzzelen, te schaken of een nieuwe taal te leren. Want door je hersenen uit te dagen, worden de verbindingen tussen je hersencellen sterker en efficiënter. Kortom, als je een gezonde leefstijl aanhoudt en je brein blijft uitdagen, dan blijft het langer in goede conditie. En heb je nog enigszins zelf in de hand om gezond oud te worden. En zoals altijd geldt, het is nooit te laat om te beginnen. Er wordt wel eens gezegd dat hoogsensitiviteit onzin is of aanstelgedrag. Is dat zo? Ik ben Judith Homberg, neurowetenschapper. En in de volgende aflevering ga ik jou vertellen hoe dat precies zit.